een beetje verdubbeld. Hey kijkers van Nil en Pees, en afgelopen tijd heb ik heel veel comments gehad van jullie kijkers die heel graag iets willen hebben. Dus wat heb ik nou gedaan? Laten we heel even kijken naar deze beelden. Hebben jullie nog van die spinnen? Want ik wil eigenlijk 20 hebben. Ja. Je hoort het goed, je zag het goed. En uiteindelijk waren het niet 20 fidget spinners, maar is het een beetje verdubbeld. Dames en heren, dit zijn 40 fidget spinners in volgens mij 7 verschillende kleuren. Ik ga het jullie zo meteen even laten zien. En deze zijn voor jullie. Oh, ik leg die zak even neer, want het is gewoon echt heel zwaar. En dat valt helemaal uit elkaar. Goed gedaan, Dylan. Ik heb heel veel comments gehad van Dylan, mag ik alsjeblieft die fidget spin hebben? Dylan, ik heb er geen, kan je naar mij opsturen, bla bla bla. Allemaal dat soort comments. En aan de ene kant vond ik het gewoon heel erg zielig en zou ik het gewoon willen geven. Maar zoveel heb ik er niet. En nu dus wel. Laat er vast een blauw duimpje omhoog op deze video. Ik ga jullie de spinners eventjes laten zien. En daarna laat ik zien hoe ik dit precies wil gaan doen. Op welke manier ik dit wil weggeven aan jullie. Laten we even naar beneden kijken. Oké, ik lig er een beetje heel ongemakkelijk bij. Maar dit zijn dus alle spinners. Oké, dit ligt heel moeilijk. Maar ik ga gewoon mijn best doen. Ik heb 4 blauwe spinners gekocht. Die stapelen gewoon eventjes bij elkaar op. En waar is die 4e? Die kan ik even niet vinden. Heb ik ook nog 4 gele? Is die niet een beetje overbelicht? Misschien wel. Dit was dus de blauwe. Hebben we de gele? Dan hebben wij hier nog felgroene spinners. Dan heb ik ook nog rode spinners. Ja, ja. Heb ik hier ook nog een andere kleur groen. Deze is iets minder neon. Is een beetje een ander soort kleur groen. Daar hebben we ook weer superveel van groen. En als het goed is, heb ik hier ook nog wit. En ook nog een andere soort wit. Die is wat minder wit. En volgens mij is deze glow in the dark. Gewoon omdat het een soort, ja, andere wit is. Het lijkt een beetje op glow in the dark. Volgens mij heb ik alle kleuren laten zien. Dit zijn dus heel erg veel. Ik ga weer eventjes staan, denk ik. Dat lijkt me handiger. Ja, laten we dat gaan doen. Wil je nou zo'n fidget spinner winnen? Ik ga je nu de stappen uitleggen. De allereerste stap is om een blauw duimpje omhoog te doen op deze video. Want per 1000 likes gaat er 1 fidget spinner de deur uit. Dit zijn er niet 1. Eigenlijk is. Maar je snapt wat ik bedoel. Hoe ik de winnaars ga uitkiezen vertel ik ook nog zo meteen. Stap 2 is dat je sowieso geabonneerd bent op dit kanaal. Dus als je dat nog niet bent, dat rode knop hieronder moet je eventjes indrukken en dan wordt die grijs ermee geabonneerd. Als je wilt kun je ook zeker even mijn notificaties aanzetten. Dat is dat belletje en dan krijg je een bericht wanneer ik video upload. Dan hebben we stap 3. We zijn bijna klaar. Geabonneerd zijn op mijn tweede kanaal Pees Plays. Voor de mensen die het nog niet wisten. Dat is dus mijn gaming kanaal. Dus als je denkt van Dylan, waarom game je op dit kanaal? Niet meer zoveel. Dat is dus verplaatst naar dat kanaal. En de laatste stap, dat is stap 4. Mij volgen op Instagram. Mijn Instagram is @DylanPees. En er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die geen Instagram hebben. Want dat zie ik dan bij elke giveaway die ik doe. Nou, je zou het eventueel eventjes snel kunnen aanmaken. Om mij gewoon volgen. Dat is @DylanPees. En ja, oké, dat zijn echt de stappen die je moet doen. En het laatste is eigenlijk dat je een reactie moet achterlaten. Waarom jij nou fidget spinnen wilt winnen. Dus nooit heb je een lap tekst of een zinnetje. Het maakt echt niet uit. Ik wil gewoon graag weten waarom ik eentje aan jou zou moeten geven. Plus, als je me hebt gevolgd op Instagram, laat dan ook eventjes de Instagram achter in de reacties, zodat ik dat ook kan checken. En voor het geval jij wint, kan ik je makkelijker contacteren, want via YouTube is dat een beetje, ja, het gaat wat moeilijker. Via Instagram gaat het allemaal wat sneller en makkelijker. En wat je eventueel nog bij je reacties hierbij kunt doen, is zeggen of jij een blauwe, gele, groen of andere soort groen, of rood en wit of glow in the dark wit wilt hebben. Dus kan je ook gewoon je kleur kiezen als je dat wilt. Mijn spinnen video's die ik graag wilde maken, heb ik ondertussen gemaakt. En omdat veel van jullie ook een spinnen wilden hebben, zou ik het graag zo willen afsluiten. Deze spinners heb ik dus speciaal voor jullie gekocht. Elke 1000 likes is 1 spinner die weggegeven wordt. Hoe ik dat ga doen? Elke week op zondag upload ik een video. En elke video vertel ik dus wie heeft gewonnen. Dus stel, deze video halen we voor zondag. Weet ik veel, ik zeg maar wat, 6000 likes. Ga ik dus in die video 6 winnaars opnoemen. Zorg ervoor dat ik jullie contacteer. En dan komt naar jullie alle 6 1 spinner. En in de beschrijving van deze video zal ik ook een lijstje maken met alle winnaars. Dus dan kan je het gewoon makkelijker bijhouden. Dus bijvoorbeeld 1000 likes Piet. 2000 likes Jan. Dus dan kan je ook hieronder gewoon zien of je hebt gewonnen bij de zoveelste like, ja of nee. Ik denk dat dat wel duidelijk is. In de reacties staan ook nog alle stappen. Ik zeg het nog één keertje snel. Abonneer op dit kanaal. Geabonneerd zo op mijn tweede kanaal Pees Plays. Staat in de beschrijving. Mij volgen op Instagram Dylan Pees. Staat ook in de beschrijving. En natuurlijk een like achterlaten en een reactie hieronder. En als jij toevallig Snapchat gebruikt, mag je me ook toevoegen Dylan Pees. En stuur me dan maar een snap dat je meedoet aan een giveaway. Ik hoop dat jullie dit een leuke actie vinden. Ik heb superveel spinners. Dus we kunnen er heel veel gaan weggeven. Ik bedank jou voor het kijken. En ik wens je heel veel succes met de giveaway. Dan zie ik jullie zondag bij mijn nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace.